Deze hadden we net afgesteld, de inlaatklep. Dus nu gaan we de uitlaatklep afstellen. Eerst moeten we er natuurlijk weer voor zorgen dat de nokvolger op zijn laagste punt staat, zodat de klepstoot er ook op zijn laagste punt staat en de maximale speling te verkrijgen is op de stoterstang. En nogmaals, als hij de uitlaatklep van de voorste cilinder op zijn hoogste stand is, is de uitlaatklep van de achterste cilinder op zijn laagste stand. Dus we gaan weer even draaien. We zien de uitlaatklep open gaan. En we zien hem weer naar beneden gaan en deze komt nu omhoog. En nu weten we dus 100% zeker, omdat de uitlaatklep van de cilinder waar we niet aan werken op het hoogste punt staat, staat de nokvolger, zijn er geen uitlaatkleppen natuurlijk, staat de nokvolger van de uitlaatklep waar we aan gaan werken op zijn laagste punt. Het afstellen van de stoterstang van de uitlaatklep gaat natuurlijk op nagenoeg dezelfde manier als dat we bij de inlaatklep hebben gedaan. We draaien de borgmoer weer los. Die zit los en dan kunnen we de stelmoer met gemak heen en weer draaien. Dan is het weer hetzelfde. Draai hem vast tot aan het punt dat de stoterstang nog amper te draaien is. Dat is dit punt ongeveer bij mij. Hij is amper te draaien, maar hij is nog wel te draaien. En nu komt het belangrijke. De uitlaatklep zelf, die dus in de kop zit, die wordt veel warmer dan de inlaatklep. Dus zet ook net wat anders uit. Daarom moet je bij de uitlaatklep het platte stuk, niet één platje, maar twee van die platen delen wegdraaien. Dus 1 en 2. Nogmaals bij een koude motor. Er zit hier nog steeds een goede speling in en we krijgen hem nog steeds niet, het is een beetje moeilijk voor jullie te laten zien, maar we krijgen hem nog steeds niet omhoog en omlaag. Maar hij is wel één zo'n plat deel verder dan bij de inlaatklep. Als we dit gedaan hebben, zijn we alweer klaar. En om ervoor te zorgen dat hij niet weer verdraait, houden we even onze vinger erop voordat we het gereedschap erop zetten. En zetten we de boel vast. Ik zit nou een beetje te ruzie met de camera, maar helaas, het is even niet anders. Ik hoop dat jullie het zo nog goed kunnen zien. We draaien hem weer. Eerst eventjes vast. En het op spanning zetten van de borgmoer doen we ook weer met één vinger. Dit om ervoor te zorgen dat we er niet te veel druk op zetten. Dus ik zou het eventjes zo laten zien met één vinger. En je voelt vanzelf wanneer die goed op druk is. Nu heb ik jullie laten zien hoe we de inlaatklep speling afstellen door middel van de klepstoterspeling goed af te stellen. Hoe je deze op de goede positie zet na het afstellen van de inlaatklep. En hoe je hem van het uitlaatsysteem op de goede positie zet. Natuurlijk doe je exact hetzelfde ook voor, waarbij dit je inlaat is, waarbij het platte stukje van de moer één plekje opschuift en dit de uitlaat, waarbij het platte stukje van de moer twee stukjes opschuift. Als we helemaal klaar zijn met het afstellen van
de speling op de stoterstangen en dus ook de speling van de inlaatkleppen, wordt het tijd om de klepstoterhulzen weer te sluiten. Nou, dat is natuurlijk erg makkelijk. We verwijderen weer onze op zijn plek houtgeval dingetjes. En daarna sluiten we de inlaat en de uitlaat pijpjes weer. En we zetten het borgstukje er weer op. Let er goed op dat bovenin het hulsje, ik zal het eventjes nog een keertje laten zien, dit hulsje goed op zijn plek zit in de kop. Zit hij niet goed, krijg je hem ten eerste niet dicht. En ten tweede krijg je lekkage. Die zit goed op zijn plek. Pakken we deze weer, die schuiven we er zo in. Schroevendraaier. En we duwen hem gewoon. Dat is 1. En hier nog even controleren of hij goed op zijn plek zit. Dat zit hij. En weer met behulp van de schroevendraaier. Dat is 2. En nou hebben we de kleppen gesteld van een oude Harley Davidson Ironhead. Okay, ik zou uitleggen hoe je deze werkzaamheden kan doen zonder deze mooie lift. En toch het achterwiel van de grond af krijgen. Natuurlijk zet je als eerste je motor netjes op de standaard. En dan pak je je mooie garagekrik. En die schuif je op een bepaalde plek die ik je nu zou laten zien. Hier onder het frame. Met deze, dit punt, zet je hem eronder. Goed onder de bobbel. En je lift hem omhoog. Als hij er tegenaan staat, is het gewoon een kwestie van doorpompen. Totdat je achterwiel van de grond afkomt. En nu is je achterwiel van de grond af. En kun je dus naar hartelust en je achterwiel draaien. Voor het gemak duik ik nog ietsje hoger. Zoals je ziet, achterwiel is van de grond af. Dan kunnen we zonder problemen draaien. Zodat je alles aan je motorblok kan doen wat je wil doen, waarvoor je hem moet kunnen draaien. Het is zo makkelijk. Een garagekrikje. Hoeft geen dure te zijn, want zo zwaar is zo'n Harley natuurlijk ook niet. Als je de 300 kilo mee kan optillen, ben je al meer dan ver genoeg. En natuurlijk wel een goede standaard. Want ongeveer 80% van het, wat zeg ik, sorry, ongeveer 40% van het gewicht rust nu op de standaard, terwijl dat normaal maar 10% van het gewicht van de motor is. Op de goede plek onder het frame en het achterwiel is van de grond.